jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik laten zien hoe je kan streamen op twee platformen tegelijk. Zoals jullie zien heb ik hier streamen op OBS. Daarvoor gaat ook de tutorial zijn. Wat je als eerst gaat doen is je gaat naar internet. Dan zoek je op multistream. Ik zou hier ook van... Oh nee, wacht. Restream.io. Ik was even in de war. Ik zal je ook van een linkje in de beschrijving zetten. Dan log je in. Zoals je ziet ben ik al ingelogd en kan ik streamen op twee dingen tegelijk. Wat je als eerst doet is, je doet add new channel. Dan doe je bijvoorbeeld Discord of YouTube. Ik weet niet wat jullie willen gaan streamen. En vervolgens ga je hier naartoe. Stream key. Dat kopieer je. Je hoeft er alleen op te klikken en het is al gekopieerd. Dan ga je terug naar Streamlabs. Ga je daar instellingen. Dan ga je naar stream. Dan zie je hier zo staan stream key. Zoals jullie zien heb ik het er al neergezet. Hier ga je dan naartoe en hier plak je dat in. Doe je hide en dan done. En dan het enige wat je nog hoeft te doen is klikken op go live. En nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Doe zowel dan. Of genoten. Ik hoop dat ik jullie hiermee iets wijs heb gemaakt. Zowel. Drop een like. Abonneer. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.